Een hele goede middag allemaal en welkom opnieuw in de gezelligste huiskamer van Limburg, waar we straks Sam Goris nog mogen ontvangen. En we blikken samen met Stef Wijnands vooruit naar het gala van de Gouden Schoen. Maar eerst maken we kennis met de jongere redactie Stoorzender, want onze slogan is en blijft trots op Limburg. We zijn ook trots op de jeugd en TVL zet dit jaar dan ook extra in op jeugd. En zo zal er in samenwerking met Stoorzender een nieuw programma komen. Maar daarvoor zijn we natuurlijk nog op zoek naar enthousiaste jongeren. Hey. Hey, ja, jij daar. Ik heb het wel tegen u. Wij hebben een super geheim plan. En jij mocht het al weten. Stoorzender breekt in op TV Limburg. Met een eigen jongerenprogramma. Maar sst, want hier weten ze er echt nog niks van. Ook goesting om mee te werken. En gestoord genoeg voor Stoorzender? Check stoorzender.be. Ja, dit filmpje hebben jullie waarschijnlijk al een aantal keer zien passeren, maar wat is dat nu eigenlijk, die Stoorzender? Wel, dat vertelt ons verantwoordelijke Annelies Orij. We hebben ook een van de vrijwilligers die naar Stoorzender al gaat. En dat is Michiel Latteur en de begeleider van TVL. Het is Vera Kleisters. Goedemiddag allemaal. Hallo. Leg dan u eens even kort nog eens uit, wat is die Stoorzender juist, Annelies? Wel, Stoorzender is de nieuwe jongerenredactie van Limburg. Ja, wij zitten in Muziekodroom in Hasselt. Mm-hmm. En jongeren kunnen bij ons vanaf 16 aan de slag met radio, video, foto en tekst. Ja. Dus ze kunnen zich echt komen uitleven met al die verschillende media. Ja, en er zijn dan ook begeleiders zoals jij en Vera die dat een beetje professioneel ook allemaal aanpakken. Inderdaad, ik doe vooral radio en de blog, fotoredactie ook, en Vera is er inderdaad voor video. Ja, en over welke leeftijd spreek je dan als je zegt jongeren? Dus vanaf 16 kunnen ze echt bij ons aan de slag. Af en toe zijn er workshops voor jongere doelgroepen, maar we mikken toch op de jongeren die zelf al zelfstandig buiten mogen en met een camera op stap kunnen. Ja, 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 ja. Dus het is geen vrije tijd opvang of zo op de woensdag. Liefst niet, nee. Het zijn echt mensen die zin hebben om iets te maken. Vera, jij doet vooral het tv-gedeelte. Is er dan alles ter beschikking? Camera's, montagecellen? Ja, je moet toch van alles hebben, hè, om tv te kunnen maken. We hebben heel wat materiaal, dus mensen die zelf geen ervaring hebben met materiaal kunnen bij ons terecht. We hebben camera's, we hebben een aantal montagecellen. Maar als ze graag ook met hun eigen materiaal willen werken, dan zeggen van ik heb een geweldig leuke camera liggen en ik wil er eigenlijk eens iets mee doen. Ja. Dan kan dat ook, dan kunnen ze ook naar bij ons komen en dan kunnen we hen daar ook mee helpen, begeleiden. Ja. Aan de ene kant geven we workshops. Stel nu dat mensen weinig ervaring hebben, kunnen we hen daarin ondersteunen, leren filmen, leren monteren. Maar ook mensen die, of jongeren die zoiets hebben van ik kan eigenlijk al iets, ik wil best wel laten zien wat ik kan, kunnen bij ons terecht en kunnen wij ook mee helpen, begeleiden van kijk, je kan meewerken aan een echt programma en samen met ons een idee uitwerken daarmee. Ja. Michiel, jij bent zo een van die jongeren die naar Stoorzender toe is gestapt. Wat is jouw achtergrond of had je al ervaring? Ik heb nu al bijna 3 jaar journalistiek studeren achter de rug. En ik wil daarin zeer graag verder gaan. Ja. Daarin leren we eigenlijk alle 4 de vormen van media. Dus print, internet, radio en televisie. Ja. Nu, ik wil het liefst verder gaan in beeld. En die kans heb ik ondertussen al gekregen bij Stoorzender. En ik wil graag bijleren van hun nog meer. Ja, ja, ja. En hoe gaat dat dan in zijn werk? Op welke tijdstippen ga je dan naar die redactie? Er zijn redactievergaderingen, daar gaat je naartoe. Je krijgt daar onderwerpen, het is een beetje, je werkt op voorhand een beetje uit wat dat je gaat maken. Ja. En van daaruit is het gewoon filmen wat je moet hebben. Voor mij dan. Ja. Is het filmen wat je moet hebben en monteren. Dat kan overdag. Ja. Wanneer dat de locatie van het Stoorzender open is. Ja, ja. En hoe combineer je dat dan met school? Want jij zal er ook overdag met school. Wel, nu zit ik in mijn 3e jaar. En de tijden van lessen vallen vrij goed mee. Ja. Dus ja, ik moet nog wel heel wat tijd in school steken. Maar alles wat ik daar buiten vrij heb, steek ik graag in het Stoorzender. Ja, ja, maar de tijdstippen zijn heel uiteenlopend, geloof ik, hè, bij jullie. Ja, dus wij passen ons een beetje aan wanneer jongeren tijd hebben. Dus redactievergaderingen zijn bij voorkeur na schooltijd. Ja. Maar jongeren die overdag tijd hebben om te monteren, om aan een stuk te komen werken, om radio te maken, zijn natuurlijk welkom. Want bijvoorbeeld die journalistiekstudenten hebben wel eens wat springuren. Ja, ja. En die kunnen ze bij ons heel leuk komen opvullen natuurlijk. En wat kost dat als ik daar naartoe wil komen? Want dat leek me nu iets wat ik vroeger helemaal gemist heb. Wel, meewerken aan Stoorzender is helemaal gratis. Het enige wat het kost is
tijd en engagement. Want we zoeken natuurlijk jongeren die goesting hebben, die het medialandschap willen verstoren. En als je dat allemaal hebt, kost dat eigenlijk niks. Alleen maar moeite. Nee. Maar ja, je leert ook wel de juiste mensen kennen op die manier, denk ik. Ja, ik denk ook voor de jongeren dat het leuk is om een portfolio uit te breiden. Dat ze naast studie eigenlijk ook ervaring kunnen opdoen. Mm-hmm. En misschien zelfs inderdaad met hun eigen item op TV Limburg komen en daardoor hun netwerk uitbreiden en zich in de kijker zetten. Ja. En jullie zijn nu volop aan het werken aan die programma's, want op termijn komt er dus een programma rond jullie, jullie redactie. We werken echt concreet naar een jongerenprogramma toe. Mm-hmm. En daarmee bedoel ik ook echt een programma voor en door jongeren. Eigen ideeën, hun eigen inbreng is welkom en wij helpen hun om dat eigenlijk op antenne te krijgen. Ja, daar kijk je al naar uit, zeker Michiel. Op het moment dat je eerste reportage op TV... Dat gaat nu gebeuren, hè? Ja, het begint door te dringen. Ja, want jullie hebben al wat materiaal op de plank liggen, hè? Ik heb zelf al wel een bijdrage geleverd. En ik denk dat er nog wel mensen zijn. Michiel heeft een reportage gemaakt rond budget. Mm-hmm. Blijkbaar zijn studenten bezig met hun budget. Hoe kunnen ze spaarzaam omgaan met hun centen? En hij is de man die daar tips rond levert. Hè? Ja. Die zegt van kijk, dit zijn wat leuke tips. Dus onder andere een van de rubrieken die bijvoorbeeld in dat programma zal komen. Oké, we zullen eens kijken naar die korte rubriek van Michiel. Een gezonde student begint zijn dag met een ontbijt en met één pot choco, 3 broden en 4,5 liter melk kan je al makkelijk een halve maand ontbijten aan 1 euro per dag. Dit is zeker een handige tip voor de studenten onder ons. Ik zou zeggen, smakelijk en ik ben gaan klaarmaken voor school. We zijn hier aan het station van Hasselt en een paar belangrijke vervoerstips zijn natuurlijk altijd de fiets nemen, dat is het goedkoopste. Als dat niet lukt, kun je de trein nemen met een campuskaart als student en daarmee krijg je heel veel korting en bespaar je zeer veel geld uit. Als je de bus moet nemen, is het altijd makkelijk om een ticket op voorhand te kopen. Dit kan op punten zoals een benzinestation of een krantenwinkel. Als dat niet lukt, dan kan je altijd een sms sturen naar de lijn en daar bespaar je ook 23% mee uit. Zou iemand deze pen met mij willen ruilen voor een huis? Dus een pen voor een huis? Ja, een pen voor een huis. Mensen hebben al zonder gedaan. Een paperclip voor een huis is ook al geruild. Zo, ik heb geen huis meer. Ja. Allee, dus als straks wc-papier hier weg is, dan weten ze wie het mee naar huis heeft genomen. Dus dat is maar een voorbeeldje van waar jullie mee bezig zijn. Op Stoorzender, de nieuwe jongerenredactie waarmee we op TV Limburg ook een jongerenprogramma gaan maken. Er zijn nog plaatsen voor heel wat enthousiastelingen, Annelies. Waar kunnen we jullie vinden? Hoe kunnen ze zich inschrijven? Mensen die zin hebben om mee te werken, moeten gewoon op meewerken klikken op stoorzender.be. Die reacties komen allemaal in onze mailbox terecht. En dan krijg je een uitnodiging om naar een redactiemeeting te komen, afhankelijk van of je radio, video, foto of tekst wil doen. Ja, oké. En dan gaat de bal aan het rollen. En wie weet dan binnenkort ergens een programma of een artikel. Want op alle verschillende mediavormen zal er waarschijnlijk wel iets uit de bus komen. Inderdaad, dat hopen we wel. Oké, goed. Hartelijk bedankt alvast voor jullie komst. Heel veel succes. En wij houden jullie thuis op de hoogte wanneer dat programma dan van start zal gaan op TV Limburg.